Denken. Gaston, je bent werkelijk niet te geloven. Dank je wel. Laten we naar de herberg gaan. Dan kan je mijn jachttrofeeën bekijken. Misschien een andere keer. Wat mankeert er? Ze is knetter. Dat is geweldig. Echt, Gaston, ik kan niet. Ik moet thuis mijn vader helpen. Tot ziens. Die malle ouwe gek, die heeft zeker hulp nodig. En lach mijn vader niet zo uit. Ja, en lach haar vader niet zo uit. Mijn vader is niet gek. Hij is een genie. Het brengt ons sprookjesland opeens zo heel dichtbij. Zoek naar een mooie plek op een bergtop in het maanlicht toe. Maak die droomvlucht mee met mij. Hallo? Hallo? Misschien is hier helemaal niemand. Zullen we maar weer gaan? Wat is er, Sultan? Oh, hallo. Wij kennen elkaar nog niet. Ik ben Bel. En wie ben jij? Pieps! Af, Sultan, af! We hoorden net hele mooie muziek. Was jij dat? Keer. Maar vader, probeer het toch eens te begrijpen. Ik heb nog nooit iets zelf kunnen doen. Ik heb nog nooit echte vrienden gehad. Behalve jij, Raja. Ik ben zelfs nog nooit buiten de paleismuren geweest. Maar Jasmine, je bent een prinses. Misschien wil ik dan helemaal geen prinses meer zijn. Goeie redding. Ik ben ook rijk, weet je. Ja. Ik ben dochter van een sultan. Weet ik ook. Met zo'n schat wil elke prins wel trouwen. Een prins zoals ik, ja. Ja, een prins zoals jij. En elke andere zelf ingenomen arrogante kwast die ik vlieg met je mee. Het is of ik door de ruimte glijd. Wij staan nu samen in een nieuw begin. Een nieuwe wereld wacht op jou. De wereld, oké? Waar moet je mij op voorbereiden? Ik bedoel, op die vlek die Abu maakte, op dat pakje dat hij van je kreeg. Maar ik zie geen vlek. Oh, nou, niets aan de hand dus. Op naar het diner. Ik ben benieuwd naar die verrassing. Is er soms iets? Huh? Wat? Hoezo? Nee, er is helemaal niets aan de hand. Jij houdt toch niet iets voor mij verborgen, hè? Een of ander geheim soms. Ik was bijna vergeten hoe het kon zijn. Samen stil bij de maneschijn. Mijn hart voel ik beven. Hey, doe nu even. Mijn eerste echte kus. Daarom deed je dus. Vergeet zijn stemgeluid. Zijn stem is wat ik in mij sluit. Maakt het ook weinig uit. Het maakt zoveel uit. In je eentje ben je fijn. Je liet zoveel zien toen ik zo opgesloten zat. Je gaf mij je hand en zorgde dat ik mijn verdriet vergat. Je lachte naar mij, ik weet nu zeker dat ik voor jou kies. Want iemand als jij is niet zomaar iemand. Aladdin, je hebt je vader gevonden. Hij riskeerde zijn vrijheid door op de bruiloft te komen. En jij riskeerde alles door hem te helpen. Dat zou ik ook doen voor mijn vader. Het is goed, Sahara. Het is goed. Shh, rustig. We komen je geen pijn doen. Wat ben je bang? Ik weet wat je hebt doorstaan. Zie je mijn angst? Ik moet met jou verder gaan. We doen. Dat is waar ik het over wilde hebben. Ik moet van vader met Kokowam trouwen. Kokowam? Maar die is zo serieus. Weet ik. Mijn vader denkt dat dat de weg voor me is. Maar steeds heb ik weer die droom en ik denk dat... Oh, een droom! Daar wil ik alles over horen.
Zo, kindje, ga verder. Goed. Ik ren door het bos. En dan ligt er opeens een pijl voor me. Als ik ernaar kijk, gaat die draaien. Een draaiende pijl? Dat is bijzonder. Ja, hij draait steeds sneller en sneller en sneller. Dan opeens stopt hij. Die hoort nooit te boven orde. Breng het aan de man. In wit of koper, ongeacht je tint. Blijf niet al voor alle stemmen van de bergen. Blijf niet blind voor alle kleuren van de wind. De kolonisten moeten weten dat ze ons kunnen vertrouwen. U had er buiten moeten blijven. Nou, neem me niet kwalijk, hoor. Goed dan. Ik vergeef u. Ik probeerde te helpen. Ik vroeg niet om uw hulp. U zei ook geen dankjewel. Waar zijn de goede manieren gebleven? Ach, aangezien u nieuw bent, verwacht ik niet dat u die al heeft. Is dit dan het juiste spoor? Tientallen sterren, nu pas heb ik door. Ik ben niet meer bang. Eervol, beleefd, delicaat, verfijnd, gehoorzaam, punctueel. Ah ja, kleine broer, kleine broer, daar ben je. Wie is het slimste hondje van de hele wereld? Kom op dan, help je me bij mijn werk vandaag? Dat is les nummer 2. De eerste belangrijkste les is: je moet zacht zijn en tegelijkertijd ben je hard. Hoe kun je zacht en hard zijn? Ja, ik ben liever hard. Ha! Ja! Dat klinkt misschien een beetje eigenaardig, maar de wereld zit vol tegenstellingen en jullie ook. Een goed krijger zoekt altijd de juiste balans. Eens kijken of dit helpt. Adem, lucht, open, dicht, geluid en stilte, donker, licht. Eén alleen is geen geheel, zonder zon geen schaduw, winter, zomer, toen en thans. Alles in balans. Wees zo hard, zo hard als steen, als een eik, omwankel. Wees rap, vlug van geest, denk snel, ha, ha, onbevreesd.